In dit gesprek dat 7DTV samen maakt met publiek, praat ik met Fiona Das, hoofdevenementen van het Rijksmuseum, over hoe zij live communicatie inzetten. Wat is de rol van evenementen? Hoe wordt succes gemeten en hoe is live communicatie georganiseerd? Welkom bij 7DTV. Fiona van welkom. Dankjewel. Uh, jaar of tien werk je er nu, hè? Klopt. Ja. Net na de grote uh, heropening ben ik aan mijn werk Wat een feest ]en. was dat, hè? Ja, het was mooi. Ik zag ik het vanaf de zijlijn gezien als, ja. uh, als buurtbewoner. Oh, je woont in de buurt, hè? Ik woon in de buurt. ja. Uh, wat een mooie plek om te werken, lijkt me. Nee, ja ja prachtig ja. de mooiste plek in Amsterdam ja ja uh, wat ik wel leuk vond we hebben net heel kort voorbesproken is dat het misschien wel leuk is om eens een soort reis te maken als het gaat om live communicatie en live events waar het tien jaar geleden stond uh, en uiteindelijk eindigen we dan waar het nu staat uh, maar laten we eens beginnen met die tien jaar geleden toen je binnenkwam hoe was live communicatie toen georganiseerd nou um, eigenlijk niet of op een andere manier met een andere gedachtegang eigenlijk ja. dus de evenementen die, die waren er en die, die, die werden gewoon geproduceerd en, en gedaan. Mm -hmm. um, en dat was ook heel goed en dat, dat verliep ook heel goed. Uh, behalve dat museum natuurlijk net was geheropend. Dus er waren heel veel verschillende elementen die, nou, die we nog moesten, goed moesten uitzoeken. Hoe, hoe het echt werkte qua logistiek en qua stoepcontacten. Ja, heel, ja. heel productioneel, heel ja, productioneel. Ja. Maar goed, op een gegeven moment staat dat. En um, we werkten bijvoorbeeld ook met een, uh, een Excel-lijst, een soort agenda van, uh, van de evenementen. Uh, dat je op een gegeven moment denkt: oké, okay, ja, dit moet anders. Weet je? We hebben een CRM-systeem waar alles netjes voorbij gaat, ons klantenbestand. Mm -hmm. En we organiseren evenementen voor onze klanten en ook voor onze interne opdrachtgevers. Mm -hmm. Maar dat, kunnen we, dat moet geautomatiseerd worden. Dus we hebben uiteindelijk gezorgd dat er een planningssysteem uh, is ge gemaakt, op maat voor ons, in ons CRM-systeem. Mm -hmm. uh, dat heeft wel eventjes wat, wat, wat voet in aarde gehad, want je moet natuurlijk goed nadenken over welke data je er dan daarin wil ja, stoppen en wil gebruiken en wat is nodig. Ja. Wat heeft de orga organisatie nodig en wat heb je zelf ook nodig? Dus dat hebben we ontwikkeld en um, uiteindelijk staat er dus nu een heel mooi plansysteem, wat gekoppeld is aan, aan, nou, aan ons hele klantenbestand. Mm. Uh, waar ook meerdere ja, uh, afdelingen gebruik van maken. Want hoe zit de verdeling eruit zeg maar, als we dan even kijken naar tien jaar geleden? En ik weet niet of dat veranderd is, want jullie doen eigen. Uh, evenementen, live communicatie en voor ja. partners. Noem partners, je dat, ja, we, ja, klopt. Uh, ja. Hoe zit die verhouding er ongeveer? Ja, het is ongeveer, oh. nou, we doen uh, nou, rond de 450 evenementen per jaar, ja. waarvan ongeveer de helft is voor externe opdrachtgevers en dat zijn onze partners. En begunstigers, en de andere helft zijn onze interne evenementen. Dus, maar dat kan wel voor een externe doelgroep zijn. Dus ik, ik noem er wat. Als wij iets organiseren, een lezing organiseren vanuit educatie, mm -hmm. kan het wel zijn. Er komen wel externe uh, ja, uh, of relaties komen. Ja, dan. ja precies. Maar dat, omdat wij het zelf organiseren, noemen we dat interne uh, evenementen. Mm -hmm. Dus dat zijn eigenlijk de, de twee smaken die we hebben. En voor de externe evenementen zijn dat inderdaad al onze partners die, die aan ons verbonden zijn. Hoe zijn we dat? Ja, dat zijn er. Er zitten ook verschillende gradaties in. Dus we hebben onze hoofdsponsoren, we hebben onze sponsoren en we hebben onze Rijksmuseum Clubleden. Uh -huh. En daar zitten, ja, dat zijn verschillende soorten ja, uh, ja, partnerships die we die we hebben. En is dat veranderd in de afgelopen tien jaar? Of is dat eigenlijk hetzelfde gebleven? Uh, er komen, nee, er komen absoluut wel uh, sponsoren bij. Of ik moet zeggen partners bij. Um, en ook wel uh, Rijksmuseum Clubleden, die, 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 die is ook gegroeid. Zeker mm -hmm. na onze, het succes van Vermeer wilde iedereen uh, yeah. uh, lid worden van, de, van onze Rijksmuseum Club. Want het is namelijk zo georganiseerd bij ons, is, um, doen, je kan geen evenementen organiseren in het museum als je geen... Partner of begunstiger okay, dat bent was, van dat het. Dat was een museum. vraag die ja. ik wilde stellen. Jullie zijn dus niet ja. een facilitaire nee. eventlocatie die je gewoon kan afhuren. Nee, precies, we zijn nog niet aan commerciële verhuur. Dus wij, het is bij ons zo georganiseerd, is dat een evenement. En dat is ook het privilege, eigenlijk van dus het, het partnership. Mm -hmm. Um, dan, dan, nou, dan mag je dus in, in het Rijksmuseum iets organiseren. En um, dat doen we dus ook omdat een, we gaan een langdurige relatie aan met onze partners. Mm -hmm. Dus de partners die we hebben, die hebben we ook al heel lang. En die willen we ook heel graag behouden. Die zijn mm -hmm. voor ons heel belangrijk en heel, ja, heel waardevol. En dan gaan we ook altijd ja, kijken van. De partner, wat, wat heeft hij nodig? We gaan een langdurige samenwerking aan. En dus daar is vaak marketing ook nauw bij betrokken om, om, nou, om, om activaties met, met elkaar op te, op te zetten. Je zou denken dat uh, evenementen en live communicatie ook in de hoek van marketing valt. Maar jij vertelde net hiervoor dat wij, dat jullie dat bij jullie anders georganiseerd is. Hè? Klopt, klopt. Ja. We hebben, hebben onze afdeling marketing en communicatie. Um, en we hebben onze afdeling uh, Development. En um, de, afde of, uh, de evenementen zijn georganiseerd binnen de afdeling Development. Wat is de afdeling Development? De development, dat is onze afdeling. Die, die zorgt ook voor de. Uh, um, die genereert ook extra inkomsten voor het museum. Ja. En die, uh, die is dus verantwoordelijk voor de partnerships. Maar ook voor de institutionele fondsen, voor de particuliere schenkers, fondsenopnaam. Uh, en de vrienden en uh, de, de, de lidmaatschap. Dus vrienden en patronen, die vallen daar ook onder. Dus dat bij, moet ik het zien als een commerciële afdeling dan die zich bezighoudt met wat komt er aan geld binnen en en ja wij noemen het alleen niet echt commercieel nee maar ik zit het proberen te duiden ja. even wat uh, wat, uh, wat de focus is van zo'n van zo'n afdeling want development ik denk dan aan tech en it afdeling ja maar dat, nee dat het is nee dat is het, is het totaal niet nee, nee, nee dus ik zit te zoeken naar de betekenis van de naam development nee het is echt development relationships dus ja, het is ja. het ontwikkelen van je klanten en 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 ja, je, ja. het het verbinden van van, en van daar valt dus live communicatie heel logisch onder daar valt het onder ja precies omdat zij degene zijn die het Mogen organiseren binnen het museum. En hoe is de communicatie met de marketingafdeling dan? Want ook daar zitten wel raakvlakken natuurlijk. Er zit absoluut raakvlakken. En die, die, daar is een hele nauwe samenwerking. Dus we zitten ook in hetzelfde gebouw, dus we lopen uh, continu bij elkaar naar binnen. Mm -hmm. We hebben elkaar ook nodig. En zeker ook nu. En dat merk je veel meer, omdat het, nou ja, de transitie naar die live communicatie op dit moment nou, nog steeds gaande is, uiteraard. Dat je merkt dat er veel meer contact is met de afdeling, marketing uh, marketingcommunicatie. Z zij bepalen ook um, nou, wat de doelstellingen zijn, wat de doelgroepen zijn. Als we het dan hebben over onze interne uh, uh, evenementen. Yes. Uh, ik noem maar even de Museumnacht. Ja. Dat noemen wij bij ons een intern evenement, gek genoeg, terwijl het natuurlijk heel groot is en heel veel, uh, ja, heel veel publiek binnenkomt. Ja. Um, maar omdat wij dat zelf organiseren, is dan voor ons een intern evenement. Uh, en onze opdrachtgever is de afdeling marketing. En dat doen we dus met elkaar. Dus, dus nou gaan we kijken van oké, okay, wie is de doelgroep? Wie krijgen we binnen? Mm. Uh, aan de hand daarvan gaan we kijken van wat, wat wordt, wat gaan we programmeren, hoe gaan we het communiceren, hoe gaan we het uh, zichtbaar maken. En, en uiteindelijk hoe gaan we het ook weer meten. Dus, ik wil zo meteen wat meer inzoomen op, zeg maar, de, de, de business case van live communicatie, hoe dat bij jullie is georganiseerd. Ja. Maar eerst nog even terug naar die reis van tien ja. jaar geleden. Want jij vertelde, en dat vond ik wel interessant, uh, hoe jullie op een gegeven moment uh, een event echt zijn gaan uitwerken als canvas, een beetje be klonk, Klopt, ja. Het klinkt een beetje als een soort businessplan op 1 A 4 zeg maar. Ja. Maar soort hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, eigenlijk nadat zeg maar ons CRM-systeem zo was ingericht dat met met ook dashboards dat je gewoon heel goed kon zien, nou ja, de data, wie komen er binnen, voor wie organiseren we het, uh, eigenlijk al. Nou, ja, en uiteindelijk wat ga je daarmee doen? Wat ga je doen met met, met al die gegevens? Mm -hmm. uh, Zaten we in 2019 op een, op een moment van, het kan beter. We moeten onze evenementen naar een hoger niveau tillen. We kunnen goed produceren, we kunnen het goed organiseren, we weten wie er binnen zijn, we weten, maar wat willen we nou echt? En daar heb je dus een, een, een we hebben toen een, een event design workshop gedaan. Um, en dan ga je echt kijken, wie zijn je stakeholders? Um, maar ook, um, wie krijg je binnen? Dus je maakt een empathy map. Dus dan ga je kijken. Naar de, 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 ja, de doelgroep die je binnenkrijgt, maar wat beweegt diegene? En, en wat vinden ze leuk? Wat vinden ze niet leuk? Waar wonen ze? Uh, ja. Wat doen ze in hun vrije tijd? Dus je maakt eigenlijk een soort, soort van analyse weer van je, van je doelgroep. Op persona-niveau? Bijna. Op persona-niveau, ja. ja. En die, die hou je dan in je hoofd. En vanuit daar ga je dus het, uh, het evenement verder ontwerpen. Met als doel om een, want beter is natuurlijk ook een vaak nou, woord. De, het is niet ja, beter. Het is misschien niet beter. Het is misschien inhoudelijker, ja, uh, meer, ja meer toegespitst op de doelgroep, met als doel een tevredener klant, meer nou, opbrengsten een, een, een uh, betere experience. Een beter, ja. Uh, ja, en dat was 2019. 2019? Ik voel 2019 maar ja, ja, ik wil het eigenlijk niet zeggen, maar <laughs> toen kwam corona, ja. trauma voor jullie natuurlijk. Ja. Nou, je, ja, wij wilden natuurlijk gewoon. Door. Ja. En nou, dat wilde iedereen natuurlijk. En um, maar dus ja, jullie dat... hadden net dat hele, die alles, zoiets van, wauw, dus ja. we kunnen naar we... een soort nieuwe fase. Ja, een, nieuw, ja, een nieuwe fase. En toen kwam corona. Uit. En toen kwam corona. En we waren zelf nog natuurlijk ja, uh, bezig om ja, te oefenen en bezig met, met het event design om dat te implementeren. Mm -hmm. um, want het is ook gewoon doen. Het is een het is nieuwe werkwijze, nieuwe methode. Um, en toen, nou ja, helaas gebeurde dat. En toen dachten we, ja, wat nu? Want er zijn nu geen evenementen die we kunnen gaan uh, ja, in een canvas gaan stoppen. Mm -hmm. En we hadden ook niet die ervaring om dat helemaal uh, nou, uh, op die manier uit te werken in alle digitale evenementen. Nee, niemand die... had dat, denk ik. Nee, Nederland, en maar... het, het, uh, wat er gebeurde is dat we, nou, zoals heel veel, ons volledig gaan, zijn gaan focussen op de digitale evenementen. En dat begon echt. Heel simpel met een eigen camera, met een iPhone uh, en een gimbal uh, door het museum lopen ja. met collega's en <laughs> opnames maken uh, met een rondleider bij een schilderij. En dat op YouTube uh, uh, verder uh, ja, gaan verspreiden, dus via een Vimeo-link. En gelukkig we hadden we wel een goed intranet, dus mm. we, daar konden we wel ook gebruik van, ma van maken. En een goede internet natuurlijk ook, een goede website. Maar ja, dat, dat was gewoon heel gek. Zijn dat dingen, als je nu kijkt... want dat heeft uiteindelijk, weet ik veel, iets van twee jaar geduurd. Of zo, kleine twee jaar, dan we het iets korter. Um, en dus iedereen heeft... jullie zullen ook waarschijnlijk de, daarin geprofessionaliseerd zijn toen. En dus, tenminste, ik vond best wel een... Uh, een, een uh, want ik zat natuurlijk ook midden in die storm als ja. dagvoorzitter. Ik zat natuurlijk in die congreswereld. Uh, het, ik vond het wel in, in zoverre mooi om te zien hoe we in een jaar, anderhalf jaar tijd... dat hele online stuk waanzinnig ja. hebben geprofessionaliseerd. Nee. Ik heb complete talkshows gedaan en noem maar op. Is daar wat van overgebleven nadat corona voorbij was? Ja, heel, heel, zeker, absoluut. Ja? Ik denk wat? dat... We zijn in een soort stroomversnelling terechtgekomen. Kijk, voor corona deden we een lezing in het auditorium, een symposia en congressen. Dan heb ik het vooral eigenlijk over die ruimte. Dus de de, ja. De, de, ja, waar de, de lezingen en dus het auditorium. Ja, jullie hebben echt een auditorium, zoals ja. je ook een auditorium ja. voorstelt. En jullie hebben natuurlijk die hele grote. Ruimte waar je ook nog wel dingen organiseert, toch? Ja, maar en dit gaat vooral dan eigenlijk, denk ik, echt wel over het auditorium. Dat, ja. we, dat is ook een ruimte die we over, overdag veel gebruiken en veel inzetten. En wat we daar voor corona ook heel veel gebruik van maakten, uiteraard, omdat het ja in die zin: uh, ja, het is ook een link weer naar het museum. Dus mensen hebben daar kunnen daarna een rondleiding doen of kunnen een workshop doen. Mm -hmm. Dus want een auditorium is en blijft een auditorium, dat kan je anywhere doen natuurlijk. Ja. Maar bij ons is het juist het, de, het extra element dat je dus gebruik kan maken nog van, van het museum. Ja. Dus dat veranderde natuurlijk niet per se, maar het hele digitale. Dat heeft een enorme uh, ja, transitie doorgemaakt. Ik, bedoel, ik, nou, ik noem het voorbeeld van uh, onze medewerkersbijeenkomsten. Die deden we altijd fysiek in het museum, in het auditorium, met uh, nou, een update vanuit onze directie en, en, en misschien van een tentoonstelling, een, een lezing van een conservator. Uh, en daar kon iedereen aanhaken als, uh, als je wilde. Dat was uh, ja, een vrije inloop, uitloop. Uh, maar in coronatijd. Ja, was dat. Ja, mo we mochten niet bij elkaar komen. Mm -hmm. nou, een museum van toen tijd 600 uh, medewerkers. Ja, best lastig om, om, om die te bereiken. Dus wij hadden dat hebben we gedaan. We zijn uh, in ons kantoor hebben we ja, een, een, een talkshow setting neergezet. En dat hebben we omgedoopt tot het, het Rijksmuseum gaat door. <laughs> en heel ja, knullig met een camera en mm. uh, uh, een, een uitgeknipt papiertje als logo op de uh, muur. Op ja. de muur. Uh, en daar zijn we ga, gaan uitzenden. Uh, en vertel, vooral updates geven vanuit, vanuit, uh, nou, vanuit onze directie, maar ook vanuit andere uh, afdelingen binnen het museum. En dat was in eerste instantie was het, ja, was het een, een, een informatief. Ja, programma eigenlijk. En dat, we, dat deden we dan één keer in de, volgens mij in één keer in de drie weken zonden we dat uit. Uh, en tussendoor deden we dus video's. Uh, op, voor opgenomen video's ergens nou ja, bij iemand op, op, op een uh, kantoorkamer. En dat werd dan ook, uh, uh, op die manier werd dat uh, uh, gestreamd. Maar wat er dus nu, wat uiteindelijk zijn we dus verhuisd van ons kantoor naar het auditorium. Want wat, ja. dat is toch de ruimte. Waar je het professioneel kan aanpakken. Nou ja. Toen hadden we daar alleen een, een beamer hangen en eh, hadden we zelf een camera gekocht. Uh, dat ging al heel snel. Werden dat drie camera's en uh, nou, het, het inhoudelijke programma werd ook steeds professioneel of dan ja. gingen we anders inrichten door, uh, door ook video's tussendoor uh, of vooral video's op te nemen die tussendoor uh, als pro programma onderdeel daar, daar, ja, ja. daarin te, ja. uh, te embedden, waardoor je dus op dat moment een podium switch kon doen. we werden gewoon en gewoon eigenlijk gewoon een studio, tv studio, ja. TV studio, ja. 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 Dus uh, uh, toen kwamen we erachter dat uh, het auditorium toch best wel wat verouderd mm -hmm. was. <laughs> mm -hmm. uh, en dat je dus eigenlijk op een livestream niet ko goed kon zien hoe, ja, hoe zo'n hoe, hoe zo projectie uh, nou ja, eruit kwam te zien. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, en zeker als het gaat over kunstobjecten... Uh, is het best wel belangrijk dat dat, dat dat er wel mooi en goed uitziet. Ik bedoel, uiteindelijk vanuit de PowerPoint... kan je natuurlijk terugsnijden wel naar je, naar je livestream... maar als je op een podium zit en je hebt een achtergrond... ja, uh, met, een, met een mooi object en dat is niet zichtbaar op de stream... of dat ziet er, ziet er gewoon niet mooi uit... dus dan hebben we een heel plan geschreven... om dat auditorium eigenlijk te gaan verbouwen, te hey, ja. moderniseren. En uh, dus dat viel uiteindelijk ook... Uh, weer in de eventstrategie die we uiteindelijk oh, wanneer was dat? Dat was denk ik in 2021 uh, zijn wij een eventstrategie gaan ontwikkelen samen met een uh, adviesbureau. Toen, uh, de, toen er weer licht aan de horizon kwam van oké, okay, het gaat weer over. Toen er weer licht aan de horizon kwam, dachten we van oké, okay, wat, ga, wat, wat ga, waar staan we nu? Hoe ja. ziet de, de toekomst eruit? En ja. hoe gaan we de toekomst in? En wat hebben we daarvoor nodig? met de kennis dus van nou ja, het eventdesign wat we wel weet je, wat we hadden gedaan ja. met het auditorium, met de digitale transitie waar, waar we volledig in zaten. Het dus waren allemaal brokstukken eigenlijk die we eigenlijk ja die samengevoegd moesten worden. Dus nou dat, dan kom je op, op de strategie eigenlijk de eventstrategie ja. die uh, uh, die die dat eigenlijk uh, f, nou ja, heeft veroorzaakt waar we op dat moment dat hadden we op dat moment nodig. Ja en kun je die strategie in een paar zinnen, de kern daarvan uh, uh, vertellen? Nou, het is, wat, wat, we, we moesten die nog gaan ontwikkelen. We moesten, mm -hmm. Dus we hebben eerst een analysefase gedaan, dus dat, dat uh, hebben we dus met, met het bureau gedaan, om te kijken van maar wat hebben we dan echt nodig en waar willen we naartoe en wat hebben onze stakeholders nodig. Mm -hmm. uh, en daar zijn een, een paar uh, belangrijke vragen uitgekomen, inderdaad. In eerste instantie modernisering van het auditorium, dat is echt een behoefte die er, die er, die er, die er op dat moment. Nou, heel praktisch ook, want mm -hmm. dat, is een, dat kan je vrij, nee, nou, nou, niet makkelijk uitrollen, want nee, nee, het maar. is, maar het is een <laughs> concreet uh, stuk wat je wat je kan oppakken. Maar ook gesprekken met onze stakeholders uh, hebben gedaan, interviews van wat hebben jullie nodig van ons, wat, wat, hoe zien jullie onze samenwerking, hoe zie je dat? Mm -hmm. Dus de, de, die gesprekken hebben we opgestart en daar is uitgekomen dat we uh, dat zowel wij als onze, onze Partnerships, en stakeholders intern ook. Uh, ja dat je, dat je gesprekken moet gaan voeren met elkaar. Van, van oké, okay, wat is jullie, wat staat er bij jullie op de jaarplanning? Mm. En hoe, hoe gaan jullie dat verder inrichten? En de ene partner heeft, uh, heeft bijvoorbeeld diversiteit op de of, of inclusiviteit op de agenda staan. Maar de andere heeft misschien digitalisering op de agenda staan. Als thema. Als thema, ja, als, 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 ja, als, als speerpunt. Mm. En hoe ga je, hoe kunnen wij daar als Rijksmuseum samen in optrekken en en dat daar samen naartoe leven eigenlijk en dat voor elkaar en da, daar is live communicatie evenementen worden dus onderdeel van die marketing mix, worden dus onderdeel van, uh, van wat de stakeholders eigenlijk ja, willen. Wat was jouw, wat is jouw uh, even de businesskant business ervan, de accountable kant daarvan. Even even twee dingen. Eén, hoe belangrijk is live communicatie qua inkomstenmodel voor het Rijks? Ja. Is, dat, is dat een grote brok? Of, we gaan uh, niet om de precieze cijfers hoor, maar Nou, het is, is, uh, is niet direct een, een inkomstenbron. Wij, wij zetten evenementen niet in uh, om geld te verdienen. Dat is, het hoort bij, uh, ja, eigenlijk bij het, het partnership wat we, wat we hebben. En voor onze interne evenementen hoort het bij onze zichtbaarheid. Maar hoe wordt dan... Laten we die twee eens pakken. Ja. Uh, um, laten we eens met die partners beginnen. Uh, hoe maak je live communicatie accountable? Want die partner die heeft een budget, die gaat marketing doen ja. en die gaat een gedeelte van zijn marketingbudget bij jullie neerleggen. Dus die zijn bezig met, oké, okay, wat levert uh, wat op? Hoe maak je live communicatie uh, zichtbaar accountable? Doen zij dat? Doen jullie dat? Doe je, in principe, bepaal je dat? Nee, kijk, in principe... Doen zij dat? Yeah. Want zij stellen hun, ja, eigenlijk hun doel. Hun KPI's op. Voor en hun KPI's, ja. ja. En, en de ene partner doet dat weer op een andere manier als de ander. En het is. In die, daarom is het ook een samenwerking. Is, wij kijken van oké, okay, waar kunnen we dat versterken? Waar kunnen we uh, dat aanvullen? Uh, de ene partner heeft. Die, 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 die doen evaluaties bij elk evenement. Mm -hmm. De andere partner doet dat niet. Mm. Maar dan kunnen we wel met elkaar om de tafel gaan zitten. Is dat nodig? Hebben jullie dat nodig? Want wij kunnen ook niet bij uh, van onze partners, degene die zij uitnodigen, daar kunnen wij geen evaluaties bij ophalen. Dus je weet niet wie, dat is niet jullie data. Dat is niet onze data. Ja, Klopt. Uh, dus, maar wat wij wel kunnen doen, is met elkaar de gesprekken aangaan. En, en zorgen dat, dat voor onze partners, dat, dat wij de live communicatie zo een zo goed mogelijk platform kunnen bieden. Uh -huh. En als, en, de, gaat, en als het gaat om intern, wat zeg je, zichtbaarheid, hè? Ja. Um, hoe, be, hoe bereken je dat? Want ik kan me voorstellen dat ja. er ergens bij het Rijksmuseum... zit iemand de centen te tellen. Ja. En die zegt, dat is heel leuk dat je weer een evenement gaat organiseren... voor de zichtbaarheid, maar uh, er moet ergens een soort... Is er een rekenmodel voor? Nee, er is geen rekenmodel voor. Nee, hoe bepaal je dan het budget wat je jaarlijks aan live communicatie kan doen? Nee, nou ja, dat wordt eigenlijk door de afdelingen zelf bepaald. Dus die weten wat ze, dus, nou ja, wat, wat ze hebben gedaan vorig jaar en dat nemen ze mee naar naar en dat wordt geëvalueerd altijd mm -hmm. en er wordt gekeken oké okay, uh, was het uh, was nog een goed evenement of uh, gaan we moeten we het aanpassen moet het worden uh, bijgestuurd moeten uh, of en wat gaan we zijn we de niet afdelingen dan noemen ze die af wat zijn dat van afdelingen dan uh, nou we hebben bijvoorbeeld de afdeling educatie yeah. die uh, die eigenlijk uh, een van onze grote stakeholders is die die evenementen organiseert. En dan moet je denken bijvoorbeeld aan een lezing in het auditorium. Uh, met Vermeer deden we elke zondag een lezing in het auditorium. Ja. Uh, als een soort inloop en daarna konden ze door naar de tentoonstelling. Dus dat is heel erg gekoppeld ook aan, uh, aan ticketing, dus aan, aan sales. Dus marketing was daar ook weer in betrokken. En wij faciliteren dan natuurlijk gewoon alles wat daarbij komt kijken. En wij zijn de, zijn de afdeling evenementen. Ja. En jullie werken, zijn jullie dan een soort opdrachtnemer van die afdelingen om het live communicatiestuk? Ja. Maar jullie bepalen niet centraal in een soort regiefunctie. ...de uh, overall-strategie of zo. Elke afdeling kan binnen zijn eigen budget live communicatie inzetten. Ja, zeker. Ja. Dat blijft ook zo. Ja, ja. Okay. Ja. ja, want elke afdeling heeft ook weer een ander belang... ...en heeft een, heeft een andere doelstelling daarin. Maar hoe kun jij dan begroten als evenementenlocatie? Want stel nou dat in jaar 2025 in één keer van alle afdelingen besluiten... ...in één keer 75% om dit jaar maar even geen live communicatie te doen. Um... Dan zit jij in één keer met een overschot aan mensen... Ja, maar dat gebeurt niet, want we zitten, <laughs> we zitten zelf. We moet heel vaak nee verkopen. Ja, ja. Nee, het is juist dat. Nou, wat ik zeg, sinds ik er werk is het, is het, zitten we vol eigenlijk. Hmm. Wat en we, is... dat kan ook niet meer gebeuren, want we hebben niet meer zalen en we hebben niet meer ruimtes. Nee. Ja. Nee, ik zit te zoeken naar het verdienmodel van. Of er een overall Rijksmuseum-verdienmodel is voor live communicatie. Nee, ja. Ik, ja, het verdienmodel zit er meer in, uh, in de waarde die daaraan. Uh, dus het zit niet in geld. Dus nee. het, zit, het zit meer aan uh, hoe, uh, hoe hebben de bezoekers uh, 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 het event beleefd. Mm -hmm. Komen ze terug? Mm -hmm. Is er een herhaalbezoek? Is er, uh, zullen ze het evenement adviseren ja. aan hun buurvrouw? Ja. De NPS-score. Nee, precies. Ja. ja. Dus, dus dat is voor ons veel belangrijker dan... Uh, kijk, tuurlijk, het moet, niet, het moet niet geld gaan kosten, het, mm -hmm. uh, de afdeling of het evenement. Mm -hmm. Maar um, het is voor ons geen, geen inkomstenmodel. hoe Waar staan jullie... Nu met jullie strategie zijn er nog dingen in transitie? Zijn jullie nog staan er dingen op de roadmap waarvan je denkt van oh, dat ja. daar wil ik echt nog aan sleutelen? Ja, of, nee, we zijn, er nog, we zijn er zeker nog lang niet. Mm -hmm. het, is, het, is, het is echt wel een, een heel proces. Nou ja, wat ik vertelde, we zijn in 2021 daar eigenlijk mee begonnen om, ja, om die kaders eigenlijk uh, uh, ja, vast te gaan leggen. Mm -hmm. En dan moet je denken, inderdaad, van we hebben nu in dat CRM-systeem hebben we nu velden toegevoegd met wie is de doelgroep, wat is het doel? En, maar ook wel in, 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 uh, in een click-down. Dus wat je, wat je als je zelf gaat intypen, ja, dan kan je die data ook weer niet bundelen. Dus je mm -hmm. wil wel. gestructureerde data. Gestructureerd. En ja. dat, dat daar vanuit een dashboard ook gewoon dat er statistieken komen uitrollen. En dat je weet van: oké, okay, het is dus zo vaak een relatie evenement. Of het is zo vaak een, uh, een, een evenement voor medewerkers. Mm -hmm. Dus dat je. Die, die, die data om die te hebben is natuurlijk heel waardevol, zowel mm -hmm. voor onszelf mm -hmm. als ook voor onze ex, externe uh, opdrachtgevers. Ja. Want dan kunnen we aan het einde van het jaar, of aan het begin van het jaar, kunnen we met onze partner gaan zitten. Van nou, jullie hebben dit jaar zoveel evenementen gedaan. En zoveel van die evenementen was voor jullie relaties. Kijk, ze zullen dat zelf ook heus wel bijhouden. Maar mm -hmm. het is wel heel mooi dat wij die terugkoppeling, <coughs> eigenlijk met één druk op de knop, ja. kunnen geven. Ja. En wat staat er nog meer op je roadmap, wat er nu nog niet is, wat je zou willen? Nou, we zijn dus nu, uh, we hebben een, 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 een tabblad evaluaties is geïmplementeerd nu in ons uh, CRM-systeem. Maar die moet echt, die, die moet verder worden ontwikkeld. Dus er staat wel bij van oké, okay, uh, hoe was de catering, hoe was de AV? Dus meer echt een evaluatie op productioneel niveau. Ja. Maar daar, moet een, daar hoort natuurlijk ook de andere kant bij, van de bezoeker, de beleving van de bezoeker. Mm -hmm. Uh, en we doen uh, evaluaties achteraf, dus bijvoorbeeld een museumnacht of uh, een lerarenfeest. Sturen we evaluaties. Mm -hmm. Maar dat is uh, nog heel ad hoc. Dus dat is niet uh, het is, het is nog niet gestructureerd. Mm -hmm. uh, en mij, het zou natuurlijk heel mooi zijn als je dat na elk evenement kan doen met dezelfde vragen. Uh, zodat, je, nou ja, zodat je dus dat je die data ook gewoon ja, dat, dat je die ook hebt. Ja. En niet iedereen zal reageren. Maar ik vind de belangrijkste vraag eigenlijk, nou, wat ik net ook al zei, is: Zal je een evenement uh, adviseren aan je buurman of je ja, buurvrouw? Ja. Dat moet de score zijn. Dat moet de score zijn, want dat is, dat is, dat is uh, ja, het gevoel, zeg maar. Wat, ja. wat, wat, wat de ervaring ja. en de beleving. Dat is een uh, 8-plus toch? Volgens mij. Dat nou, je wel negen. Ja, precies zo. Ja, nou, negen, dat is mijn streven als dagvoorzitter ja. ook altijd ja. eigenlijk. Ja. ja, maar dat moet je doen. Dat je. moet je doen. Dan, en dan, 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 dan raak je. Na, nou, ja. maar, kijk, en je kan als, als, als opdrachtgever of als uh, eventorganisator kan je zeggen van... Ja, het was een mooi evenement. Mm -hmm. Ja, iedereen was blij. Mm -hmm. Is dat echt zo? Ja, dat kan je alleen maar doen door daarna die vraag uh, te stellen. En daarna te kijken ja. van, uh, is dat wel echt zo? Ja. Hoe groot is je team? Uh, we zijn totaal met veertien uh, 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 collega's. Maar vier, vier daarvan zf, uh, zijn volledig op alle film- en fotoopnames binnen het museum verantwoordelijk. Okay. Dat zijn er ook heel veel. En het zijn natuurlijk ook producties, dus, ja. uh, die, maar daar is geen publiek, uh, nou, geen publiek bij. Ja. Um, of geen bezoekers. En uh, wij, voor de rest zijn het alle eventmanagers. Uh, dus ja, het ja. zijn er heel veel. Eén eventmanager is volledig gefocust op alle uh, symposia en congressen. Uh, ja, dat zijn er ook uh, veel uh, in het museum. Mm -hmm. uh, en de rest uh, is verantwoordelijk voor, voor alle andere evenementen, ja. Dus je bent de komende jaren nog wel zoet? Dat uh, denk ik wel, ja. Ja, ja, ja. Wat is het allermooiste aan live communicatie? Ja, uh, de, de, de reactie van mensen. Da daar word je gewoon blij van. Ik had afgelopen woensdag een evenement die ik zelf draaide... En uh, daar, daar was een, een modeontwerper. Die, die mocht zijn. Uh, die kreeg een mooie prijs uitgereikt. Mm -hmm. En die stond gewoon met tranen in zijn ogen te kijken. dat hij in, in het Rijksmuseum stond. met zijn collectie voor één avond. Ja. En met al zijn. met zijn familie erbij, maar ook met pers erbij. En uh, ja. En dan denk ik: wauw, weet je. Dit, 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 kan alleen maar, dit kan alleen maar zo. En ik bedoel, het heeft het. het, het stond op de NOS en het, de RTO Boulevard is langs geweest. Maar daar staan en het echt voelen dat ja dat raakt ja, ja. Ik een keer in het Rijks. ja <laughs> ja en dat raakt mij nog steeds als ik in mijn eentje voor de opbouw eh, tussen de, de de daar rondloop en dat je denkt dit is magisch dit ja. is dit is zo mooi en dat je dit mag organiseren binnen deze muren ja hmm. Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Mag ik je danken voor dit gesprek? Ja, dankjewel. En, uh, en dankjewel voor het uh, kijken namens publiek uh, waar ik uh, een serie maak met professionals waarin we duiken in de prachtige wereld van live communicatie. En wat is de rol daarvan binnen organisaties en uh, binnen merken? Uh, dankjewel, dit was de case van het Rijksmuseum. Een prachtige case. Wil je er meer zien? Zit op YouTube, blijf even hangen. Krijg je zometeen twee nieuwe video's uh, te zien. Zit je op de podcast te luisteren, abonneer je op CVD-TV en je mist helemaal niks meer voor nu. Dankjewel, hoi!